ik zit hier om iets te vertellen over mijn bundel vluchtautogedichten, die net is verschenen. Vluchtautogedichten is een vrij lange bundel die in een paar stukjes afdeling is opgehakt, twee eigenlijk maar. En het laatste gedeelte is een heel groot gedicht. Dat heb ik geschreven naar aanleiding van de ondertitel van Wikipedia. Dat is De Vrije Encyclopedie. Dat vond ik altijd een heel vreemde term. En dus wilde ik die graag gebruiken als titel voor een lang gedicht. En dat is een soort anti-encyclopedie geworden. Een encyclopedie die niet klopt. Die ook dingen opzomt die niets met elkaar te maken lijken te hebben. En misschien ook wel niet hebben. Gedeelte van het vluchtautogedicht heb ik ook gemaakt omdat ik een beetje boos was op een gegeven moment. Terwijl ik eigenlijk nog niet helemaal niet zo lang aan het schrijven ben op de poëzie als geheel. Ik was er gewoon een beetje klaar met poëzie, om het zo maar te zeggen. Ik vond het een vervelend genre om verschillende manieren of redenen. En daar probeerde ik juist tegen in te schrijven. Dus elke keer eigenlijk je eigen afkeer van poëzie proberen te overwinnen in een gedicht. Dat vond ik wel een mooi proces. Op een gegeven moment begon dat proces me ook zodanig te bevallen dat ik weer meer van poëzie ging houden. En ik heb een gedicht hier voor me liggen. Gewoon nog vaar van een blaadje. Uit de bundel, uit de eerste afdeling. En dat gedicht heet Ballade van de authentieke verkoper. De wind speelt met een hoed langs Route 66. George Steinmetz landt met zweefparachute in de Kanassai-vallei. Ik rijd in een brullende Volvo je huis binnen. Iedereen kreeg zijn eigen spullen en daarmee ritme. Er is een deur die altijd openstaat. Je ziet mijn herkenbare afmetingen. Kortom, de oude Heraclitus had gelijk en ongelijk. Hoe het licht hier op de plavuizen valt, jij ziet ook alles. Retail is detail, schatje. Het leven is er om geleefd te worden.